Goedenavond, mijn naam is Kaat Raas. Kaat Raas helpt slachtoffers van stalking en pesten en zij beweert dat vrouwen elkaars ergste vijanden zijn. Ze zien elkaar als concurrenten en gooien alle wapens die ze hebben in de strijd. Welkom bij Nachtwacht. Het viel me altijd al op. Jongens willen in een groep spelen, meisjes staan liever alleen op het podium. Ooit probeerde het feminisme mannen en vrouwen als identiek te bestempelen, maar vandaag worden de fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen steeds meer wetenschappelijk onderbouwd. Welkom, Kaat Raas. We kennen allemaal de strijd tussen de seksen, maar jij beweert dat binnen de vrouwelijke seksen zich een strijd afspeelt die minstens even bits is. Wel, eerst en vooral wil ik het een beetje nuanceren, want ik ben helemaal niet van plan om de komende 5 jaar in België rond te lopen met een burka, omdat ik de stelling ongenuanceerd verdedigd heb. Ik zeg gewoon dat als het op venijn aankomt, vrouwen daar beter in kunnen zijn dan mannen. Mm-hmm. En als ze ervoor kiezen, wat niet per definitie het geval is, ik wil dus niet per definitie een vrouw afschilderen als automatisch een bitch. Ik wil ook niet praten naar de mond van plegers van intrafamiliaal geweld. En ik wil ook niet achter de stelling lopen dat je nooit een schepsel mag vertrouwen dat als het een week lang bloedt en dan nog niet doodgaat. Dat zijn allemaal dingen waar ik niet achter sta. Maar als men een vrouw bewust wil kiezen voor venijn, dan is ze daar effectief beter in. Maar je zegt ook dat ze elkaar meer dan mannen als concurrenten beschouwen. Ja, dat klopt. Een man die is voornamelijk gericht op problemsolving, analyse, logica. Kaartlezen. Kaartlezen bijvoorbeeld, inderdaad. En een man gaat ook probleem per probleem aanpakken. Mm-hmm. En de punten is dan dat hij zich echt daarop gaat focussen en daar zich voor gaat terugtrekken, afzonderen, tot dat probleem is opgelost. Een vrouw daarentegen heeft een veel groter open bewustzijn. Zij ziet van alles, niet alleen dat probleem, maar de hele context daar rond. En hoe komen we dan bij die competitie terecht? Want je kan toch net zo goed, als je doelgericht denkt, heel competitief zijn en je seksgenoten als concurrenten zien? Ja, maar als het doel belangrijk is, gaat de man bijvoorbeeld gemakkelijker rollen in het team. Hij gaat dat doel voor ogen houden en gaat veel minder bijvoorbeeld zich ergeren over aspecten van zijn teamgenoten die losstaan van dat doel. Hoe is het zover gekomen? Hoe komt dat? Waar komt dat verschil vandaan? Wel, dat verschil is natuurlijk voor een stuk biogenetisch. In die zin dat je bijvoorbeeld dat het zich effectief genetisch heeft ingeworteld. Een man die een mammoet moest vangen, die kon zich moeilijk druk maken over de haarsnit van zijn medeholbewoner. Die moest gewoon die mammoet vangen en verder ging dat niet. Dus dat teamspel en dat doel was heel belangrijk. Die tunnelvisie was toen ook al belangrijk voor hen. Als je als man met een sabeltijger geconfronteerd wordt, dan ga je niet even rustig nadenken en zeggen hoe voel ik mij hierbij? Die tijd heb je niet. Je moet een zeer snelle respons hebben. De fight-or-flight reflex, zoals ze dat noemen. Dat wil zeggen, sabeltijger is daar. En wat deden de vrouwen ondertussen? De vrouwen ondertussen die waren eerder bezig met de landbouw, die toen nog niet sedentair was. Dat was dus eigenlijk het oogsten van rijpe groenten en het plukken van rijpe besjes. Daardoor hadden zij ook de tijd om zich bezig te houden met het volledige beeld. Welke bessen zijn rijp, welke niet, in welk seizoen zullen die het wel zijn, welke zijn eetbaar. Ja, een van die dingen waar ze verschillen, zeg je ook ergens, is dat vrouwen veel onrechtstreekser te werk gaan om hun zin te krijgen. Ja, dat klopt. Veel minder recht op hun doel afgaan. Juist. Waarom doen ze dat? Wel, dat is eigenlijk de simpele stelling. Vrouwen hebben nooit openlijk de macht in handen gehad. Het is dus zo dat als we bijvoorbeeld teruggaan naar een Venetiaans stadreglement, dat daar flagrant in staat, u mag uw vrouw slagen met een stok die niet dikker is dan een gemiddelde mannenduim en u wordt vriendelijk verzocht ermee te stoppen om 10 uur 's nachts, omwille van de burenrust. Nu, natuurlijk waren de gemiddelde boeren in de 14e eeuw in Bruggen of in de West-Vlaanders min of meer gelijkwaardig, maar die hadden ook niks. Als we nu gaan kijken naar waar de macht is, bij gronden en bij geld, dan zie je dat de vrouw geen macht had. Ze kon niet kiezen met wie ze trouwden. Oké, de man ook niet, maar die mocht ongegeneerd maîtresses hebben. De vrouw niet, want de voortplanting was belangrijk en moest exclusief zijn. Haar vermogen ging van vader naar echtgenoot. Wist u dat zelfs tot in juli 1976 in België de vrouw van het huwelijksvermogensrecht een bijzondere machtiging van haar echtgenoot nodig had om te beschikken over delen van haar vermogen? Stel u dus voor dat je een vrouw bent in zo'n situatie. Je hebt niet openlijk de macht in handen. Macht en controle is voor iedereen belangrijk, want anders heb je niet het gevoel dat je leeft. Je wil graag weten dat wat je doet, dat dat ook een gevolg heeft en dat dat voorspelbaar is. Nu, vrouwen moesten dan inderdaad ook de macht gaan uitoefenen op sluipwegen.
andere technieken. Zij gingen bijvoorbeeld zeer goed naar de mimiek van iemand kunnen kijken om te zien of de aanpak die ze nu aan het volgen waren, heel voorzichtig en subtiel, want hij was de machthebber van dienst, of die aanpak al dan niet resultaat had. Vrouwen geven bijvoorbeeld hints, dat zie je nu nog. Vrouwen hebben er moeite mee om rechtstreeks vragen te stellen. Vrouwen gaan ervan uit van, men moet maar weten hoe ik mij voel. Vandaar het adagium, een vrouw is een wezen dat nooit zegt wat ze wilt, maar verdommelijk kwaad kan worden als ze het niet krijgt. Maar dat zie je dus dikwijls. Vrouwen die bijvoorbeeld... Maar dat zijn clichés, maar dat is dus gewoon waar. Vragen nooit rechtstreeks maar wat ze willen. Maar wat ik niet begrijp is, ik begrijp die sluipwegen, ik begrijp de mannen hebben de macht, dus vrouwen moeten met om... Wat ik niet begrijp is dat ze dan als, zeg maar, verdrukte seksen door de eeuwen heen niet juist veel solidairder zijn dan de mannen. En in plaats van elkaar als concurrenten te beschouwen, elkaar als natuurlijke bondgenoten gaan zien. Omdat een openlijke machtsstrijd in die tijd veel te gevaarlijk was. Het was eigenlijk als mannen flagrante machthebbers in handen zijn, die werkelijk over alles beslissen, hè? Gronden, politiek, inkomen, alles. Mm-hmm. Dan moet je maar eens proberen met zo'n machthebber in huis de rangen te gaan sluiten. Hij gaat zich geblokkeerd voelen. Hij gaat onmiddellijk doorhebben dat er inderdaad een confrontatie aan het komen is. De juiste sluipweg is juist dat waarbij je het wilt vermijden. Mm-hmm. Je laat hem in de waan en je laat hem vooral niet beseffen dat je hem lichtelijk aan het bijsturen bent. Toch is het raar dat oertijdsituaties dat die nog altijd invloed zouden hebben op hoe wij vandaag ons gedragen. Hè? Ja, maar dat zie je nog in een aantal punten. Er zijn een aantal oerreflexen die we hebben, die eigenlijk nu niet meer zo nuttig zijn. De fight-or-flight-response bijvoorbeeld. Dat is wat je voelt als je bijna te laat gestopt bent voor de file. Even is alles anders. Je beseft onmiddellijk dat je een heel stuk van je zicht niet meer hebt. Je ademhaling gaat veel dieper, je maag krampt samen. Dat is eigenlijk een reflex waar we heden ten dagen niet bijzonder veel mee kunnen doen, want er zijn weinig sabeltijgers. Geen één eigenlijk. En toch is die reflex gebleven. En zo is dat dus ook met die sporen uit het verleden. En bovendien, dat zowel in de oerhistorie als in het verloop van de geschiedenis, late middeleeuwen, vroege middeleeuwen enzovoort, dat die dingen sporen nalaten, dat had Jung al bijvoorbeeld een zekere hint van gekregen als Jung, leerling van Freud, het had over het collectief onderbewuste van de mens. Mm-hmm. Geschiedenis en cultuur gaan door. We worden daarin geconditioneerd en dat is ergens een collectieve herinnering die bovenkomt als we ze nodig hebben. Qua daar gaan we het onmiddellijk over hebben. Ik wil eerst nog ingaan op iets wat je ook gezegd hebt. Jij beweert dat tussen vrouwen er meer en scherpere concurrentie is dan tussen mannen. Ja, klopt. Ze zijn veel eisender in de relaties die ze hebben. Mannen zullen die relaties veel meer doelgericht beoordelen. Komt dat in aanmerking voor toe dat ik wil bereiken? Is dat efficiënt daarvoor? Kous af. Een vrouw is, omwille van haar open bewustzijn, neemt veel meer details en informatie in zich op en zal zich dus ook rapper aan iets storen dat eigenlijk niet doelgebonden is. En op die manier heeft ze bijvoorbeeld ook vroeger altijd geleerd een Einzelgänger te zijn. De rechtstreekse macht pakken in teamvorming was te confronterend en te riskant. Ook dat speelt daar een rol in. En dus als voorzitter bijvoorbeeld van de Stichting Anti-Stalking zie je toch dikwijls dat er wrijvingen ontstaan over zaken die niks met het werk te maken hebben. Terwijl mobbing bij mannen meer werkgebonden is. Nu, mijn man zelf, de bedrijfsrevisor, typisch mannenwereldje, heeft een bedrijf waar behalve de revisoren alle werknemsters vrouwen zijn. Mm-hmm. En ik zeg dus niet dat zo'n team per definitie vierkant draait. Ik zeg alleen dat je moet rekening houden met hun vrouwelijkheid. En dat het dus eigenlijk wel een heel getalenteerde human resource management techniek moet vereisen om daar rekening mee te houden. Maar waarom is de competitie dan onderling groter tussen de vrouwen dan tussen vrouwen en mannen? Omdat, God, laat ik mij een heel concreet voorbeeld geven. Er wordt een vergadering gehouden over een kapitaalsverhoging in een bedrijf. De kans is klein dat een man zich gaat ergeren over een andere man die aan de tafel zit met een das aan van Mickey Mouse. Omdat dat niet ter zake dienend is in het kader van die kapitaalsverhoging. Mm-hmm. Een andere vrouw gaat bijvoorbeeld... Hoeveel vrouwen zeggen niet, ik had ten eerste een indruk van die vrouw waarbij mijn nekharen al omhoog gingen staan. Dat is op niks gebaseerd, is nergens aan een of ander doel gelinkt. Maar toch is dat zo. Waarom? Omdat zij veel meer in zich opnemen. En een veel sterkere intuïtie hebben, waardoor plotse antipathieën kunnen opkomen. En het punt is dan ook dat bijvoorbeeld bij een man, als die wat heeft tegen hem, gaat hij daar makkelijker voor uitkomen. Je gaat bij een man heel snel doorhebben dat je zijn sympathie niet wegdraagt. Bij vrouwen dus niet, want ze hebben dat ook niet geleerd. Vandaar weer die sluipweg. Mm-hmm. Een vrouw kan dikwijls iets koesteren, een vorm van antipathie, waarbij je bij God niet doorhebt dat het zo is. Ik ga er een concurrente van je bij halen. Ze is de zaakvoerder van FEE, een communicatiebureau waar bijna alleen maar vrouwen werken. En dat probeert om een vrouwelijke logica te introduceren in de reclamewereld. Haar naam is Katja van Putten.
Welkom, Katja van Putten. Een bureau met alleen maar vrouwen, als ik Kaat moet geloven, is dat geen team, maar een addernest. Een addernest, het is voor mij absoluut niet waar. Het gaat perfect. Het is een droom eigenlijk. Het loopt heel vlot en ik geniet ervan. Dat kan ik alleen maar zeggen. Ja. Hoe komt dat dan? Ben je het dan niet eens met de analyse van Kaat over het verschil tussen... Absoluut niet. Ze neemt een aantal stellingen voor waar, die ook absoluut inderdaad biologisch te verklaren zijn. Maar ze draait die eigenlijk volledig om. En eigenlijk, bijvoorbeeld, vrouwen hebben heel erg geleerd in het verleden om samen te werken. Het is niet voor niks bijvoorbeeld dat de NGO's vandaag, 11-11-11, broederlijk delen, zich voornamelijk richten op vrouwen in de derde wereld. Vroeger was het, ik geef wat geld en het komt wel allemaal in orde. Nu willen ze partnerships uitwerken met organisaties in de derde wereld. En dat zijn voornamelijk vrouwenorganisaties, omdat ze voelen dat zij het groepsbelang voorop stellen en dat zij veel minder bezig zijn met... Ik krijg hier wat geld en ik ga hier het beste uithalen. Dat zij hun groep naar voren stellen, hun kinderen, hun man, de landbouw, dat zij terug op hun poten willen terechtkomen. Mm-hmm. En daarom richten zij zich heel bewust op vrouwen. Bijvoorbeeld ook Lieve Blankaart is net terug uit Rwanda. Ik kan prachtige verhalen vertellen over... Fotograaf Lieve Blankaart. Over, zij heeft daar een fotoreportage gemaakt voor 11-11-11. Mm-hmm. Zij kan je prachtige verhalen vertellen over vrouwen die heel de dorpen nu overeind houden. De mannen zijn weg, of zijn gestorven, of het zijn alleen nog maar oudere mannen die er zijn. En die vrouwen moeten terug de landbouw op poten krijgen, moeten samenwerken, moeten zorgen dat het terug genieten wordt, dat het terug samenleven wordt. Mm-hmm. Vrouwen zijn daar sterk in. Nee, een van onze klanten, KAV, is een vrouwenorganisatie, de grootste vrouwenorganisatie van het Vlaamse land. 135.000 vrouwen, bestaat meer dan 80 jaar nu. Dat zou er niet zijn als het niet zou werken. Ja. Jullie hebben een boek gepubliceerd, het heet Filosofie, waarmee jullie vrouwelijk denken willen introduceren in de reclamewereld. Is die wereld dan zo mannelijk? Het is reclame. Het reclamewereldje lijkt naar buitenuit een heel flitsend, trendy beroep. Maar eigenlijk is het een zeer conservatieve wereld. In die zin dat het inderdaad heel erg, het begint te veranderen. Er zijn bureaus die er absoluut een voorbeeld van zijn nu. Dat het de stereotypen zijn. De vrouwen die het accountmanagers heet dat dan, die de zorgende factor, de klanten beheren en verzorgen en adviseren. En het creatieve beroep, wat voornamelijk de mannen dan zijn. Mm-hmm. De creative director en zo verder zijn meestal mannen. En je merkt dat ook in de reclame die er gevoerd wordt. Ik denk dat elke vrouw wel, als ze naar reclame kijkt, heel vaak aanvoelt van... Jezus, dit gaat compleet naast mij heen. Dit heeft niets te maken met hoe dat ik het voel. Er wordt slechte reclame gemaakt nu. Op vrouwen gericht. Er wordt vaak slechte reclame gemaakt naar vrouwen, ja. Maar het moet eerlijk zeggen, het gaat beter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Procter & Gamble, die jaren de gigantisch domme reclames van de man die het wasgoed invloog en even de uitleg gaf hoe dat het dan wel allemaal werkte. Als je kijkt naar Procter & Gamble, ze hebben een shift gedaan. Als je de laatste spots bekijkt, zijn compleet anders. Nu, dat vrouwelijke denken dat jullie willen promoten, hoe anders, hoe verschilt dat van mannelijk denken? Kan je dat omschrijven? In die zin dat het inderdaad, het is zoals Kaat zegt, het is veel meer nuances, veel meer grijszones, veel minder wit-zwart. Meerdere doelen en meerdere oplossingen zien. Dat klopt, dat is inderdaad zo. In het boek staat ook dat mannen minder goed kunnen samenwerken omdat ze niet zonder hiërarchie kunnen. Het is inderdaad zo dat mannen altijd een doel voorop stellen. En dat zij moeten kunnen klimmen. Dat merken wij ook heel erg bij onze klanten. Hiërarchie zijn organisaties, zijn nog altijd voor mannen de organisaties die het beste werken. In die zin van, oké, ik ben vandaag hier en morgen ga ik daar staan. Dat is voor een vrouw minder belangrijk. Of
niet minder belangrijk, want wij bijvoorbeeld als bureau zijn zeer ambitieus. Mm-hmm. Maar wel als groep. Maar hoe werkt dat dan? De hiërarchie is toch ook taakverdeling en jij houdt dat je met dat bezig. Beslissen jullie op het bureau met iedereen over alles? Wij praten over alles. Wij evalueren, wij bespreken alles. En uiteindelijk wordt er een eindbeslissing genomen, die inderdaad wel genomen wordt door mijn venoten en ik. Ja. Maar nooit zonder overleg. Ja. Nu, waarom is hiërarchie niet efficiënt? Als je zegt, vandaag sta ik hier en morgen daar, dat lijkt me super efficiënt. Hiërarchie wordt regelmatig gebruikt als paraplu. Politiek. Wat je heel erg merkt, bijvoorbeeld van uiteindelijk, oké, ik ben vooral bezig met mijn eigen positie, ik ga mijn eigen positie beschermen en die beslissing waar ik dan misschien mijn zwakten en mijn sterkte mee moet tonen of mee moet argumenteren, die schuif ik door naar boven. Heb je dat zelf meegemaakt? Dat merk ik heel vaak. Dat merk ik. Het is heel grappig bijvoorbeeld als ik in vergaderingen zit met, meestal zijn het mannen als klanten, dat ik die paraplu-politiek merk dus. In die zin dat, misschien kunnen we het zo doen, maar wat denk jij? Dus dat men zich onmiddellijk begint in te schatten van wat de andere denkt en is dit voor mij als persoon beter om mij aan te passen naar wat hij denkt. Ja. Dat merk ik heel vaak. Wat Katja zegt lijkt naar boven te komen dat het streven naar macht mannen het juist moeilijker maakt om samen te werken. Niet noodzakelijk. Nee, wat zij inderdaad zegt is dat mannen een strak omlijnd, alweer in dat graag strak omlijnde tunnelsysteem willen werken, waar alles duidelijk georganiseerd is en waar een doel specifiek voor handen ligt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, zoals ik al zei, mijn man heeft samen met zijn medevenoot ook een bedrijf waar alleen maar vrouwen werken. En wat je daar dus ook ziet, dat herken ik dus ook helemaal, ik had er nog niet bij stilgestaan, is dat die taakomschrijving veel vlotter loopt. Ze hebben dus bijna allemaal vlottende uren. De taak is daar en ze regelen het zoals ze het zelf willen. En uit ervaring, het team dat er nu is, werkt goed. Maar ik heb dus ook al gemerkt, breng daar een vreemde eend in de bijt. En er, om een of andere reden die niet noodzakelijk werkgebonden is, gaat dat niet goed. Dan gaat het dus ook niet klikken. Hè? Ja. We gaan eens kijken wat er allemaal kan gebeuren op een kantoor met mannen en vrouwen. Peter van de Veire onderzocht welke technieken vrouwen zoal toepassen. Hier volgt een snelcursus vrouwelijke subtiliteit voor blinde mannen. Beste Jan, je zet beter Michael Jackson in een kleuterklas dan een groep vrouwen op kantoor. Want die zijn toch alleen maar bezig om het linoleum van onder elkaars voeten weg te maaien. In dit boek, In the Company of Women, beschrijven de auteurs hoe je vrouwelijke mollen kan herkennen op kantoor. Want mannen zoals jij en ik hebben toch niet door welke subtiele wapens vrouwen onder onze neus op elkaar afvuren. Neem nu het kantoor achter mij. Lijkt perfect in harmonie, maar vergis je niet. Een eerste techniek is het goede ouderwetse roddelen. Tijdens een onschuldig gesprek zorg je ervoor dat je je concurrenten keihard door het slijk haalt. Vertel bijvoorbeeld dat ze veel te dom is om het onderscheid te maken tussen een computerklavier en een brooddoos. Roddelen kan iedereen en het werkt enorm goed. De roddeltante zorgt ervoor dat haar concurrenten een slechte naam krijgt in het bedrijf. Goedemiddag dames en heren van de directie. Ook een prima techniek die heel subtiel kan is het sluipschieten. Dit lijkt op een heel gewone presentatie, maar in werkelijkheid probeert de sluipschutter haar concurrenten belachelijk te maken voor de rest van het team. Perfect om de concurrenten verder onderuit te halen en haar eigen positie te versterken. Volgende tip, isoleer je concurrenten. En dat doe je door klikjes te vormen en jezelf te profileren als leider. Zorg voor voldoende medestanders, meelopers die zich niet te veel vragen stellen en die vooral in jouw buurt willen zijn. Want jij bent de meest populaire en jij bepaalt de spelregels op kantoor. Bijvoorbeeld dat je concurrenten er vandaag niet bij hoort. Saboteren is subtieler, maar even doeltreffend. Ook dit lijkt op het eerste gezicht een idyllische kantoorsituatie, maar van zodra de concurrente haar rug gedraaid is, neemt de saboteur een mes, drijft die in haar rug en draait nog eens lekker rond in de wonden. Wanneer de concurrente beseft wat er gebeurd is, is het te laat. De laatste techniek is er eentje om trots op te zijn, dames en mevrouwen. In vakmiddes, beter bekend als oude koeien uit de sloot halen. Wanneer je concurrenten je confronteert met een zware fout, ga dan frontaal in de aanval. Zorg ervoor dat je voldoende weet over het verleden van die concurrenten en haal die feiten meteen boven. Zelfs je grootste fouten kan je verdoezelen, beste Jan, als je er maar voor zorgt dat er voldoende lijken uit haar kast vallen.
Kaat, ken jij uit je praktijk voorbeelden van vrouwen die elkaar saboteren op het werk? Ja. Nu, wat het naapen betreft, dus het echt fysisch gaan naapen om een ander te plagen, dat gebeurt door mannen evenveel als door vrouwen, wat mobbing betreft. Het saboteren gebeurt ook evenveel door mannen als door vrouwen, omdat dat doelgericht is. Mm-hmm. Maar wat inderdaad een typisch vrouwelijke techniek is, waarmee niet gezegd is dat mannen het nooit doen, maar wat typisch vrouwelijk is, is het roddelen. Inderdaad, het is een krachtig middel. Ik bedoel, als ik tegen u iets vertrouwelijk ga vertellen over iemand van de VRT, iets echt pijnlijk ook, is de kans klein dat je haar, de persoon waarover geroddeld werd, daar rechtstreeks mee gaat confronteren. Dikwijls gaat het informatie voor u houden. Wat dat je ermee doet, dat is uw eigen zaak. Maar als de roddel aan genoeg mensen verteld wordt, gaat er toch inderdaad een zekere meewarigheid naar die ene persoon. Dus een negatieve imagebuilding. Juist, inderdaad. Dat is een heel krachtig wapen. En je ziet vooral vrouwen dat middel gebruiken, effectief. Een ander punt is het isoleren. Ik ben bijvoorbeeld in het kader van mobbing geconfronteerd geweest met een bedrijf. Mobbing is pesten eigenlijk? Pesten op het werk, ja. Met een bedrijf waar de man dan wel de oorzaak van de problemen was. Dus hij was bedrijfsleider. Zag uiteindelijk zijn vrouwelijke ondergeschikte niet als personeel, maar ook als harem. En hij had daar zelfs zijn bureau op ingericht. Dus hij had in zijn bureau een bibliotheekkast. Die bestond uit symmetrische vierkantjes. En dan had je er dus 5 naast elkaar en eentje bleef alleen. En dan kwamen er nog eens 4 bovenop en dan 3 en dan 2 en dan 1. Met andere woorden, de vierkanten die de bibliotheekkast uitmaakten, daar kon je dus boeken in stoppen, maar je kon ook op de vierkantjes naar boven lopen en dan kwam je op een tussenzolder met matras. Ingenieus systeem. Erg functioneel, typisch mannelijk denken natuurlijk. En dan zag je dus in dat bedrijf, trouwens de eerste keer dat ik daar binnenkwam, viel het mij op dat zelfs voor de binnendienst, het leek mij net een modellenbureau. Je zag dus duidelijk dat vrouwelijke werknemsters op uiterlijk geselecteerd werden. En dan zag je dat bedrijf werkelijk 2 klikjes van de vrouwen die daarop ingingen. En daar eigenlijk gebruik van probeerde te maken van zijn seksuele avances. En dan het andere klikje van de vrouwen die daar dus totaal niet mee gediend waren. Wat niet noodzakelijk zegt dat het andere klikje per definitie lelijke vrouwen waren. Maar dus, en die vormden inderdaad bijna 2 kampen binnen dat bedrijf, waarbij minachtend neergekeken werd op de vrouwen die daar dus wel op ingingen. En waarbij de vrouwen die er wel op ingingen ook weer onderlinge wrijvingen ontstonden. Want als daar een nieuwe beauté binnenkwam, dan werd die onmiddellijk getaxeerd van hoeveel kansen maakt zij bij de baas en hoe groot zal haar invloed worden. Juist. Maar zijn het niet... dat ik het even zeg, maar zijn het niet de extreme waar jij vandaag in zit... die jij generaliseert. Ik bedoel, wat jij mij nu vertelt, oké, ja, die situaties ken ik ook. Mm-hmm. Maar dat zijn toch uiteindelijk gigantisch extreme situaties. Het maakt wel uit van het alledaags bestaan. In die zin, als dus vereniging anti-mobbing komen een hoop mensen klagen en zie dus ook bepaalde onderzoeken in pestgedrag verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook ben daar niet de enige in die analyses maakt, bijvoorbeeld Bok van der Meer. Roddelen lijkt me niet zo extreem, lijkt me iets vrij alledaags. Dat is iets wat jij niet meemaakt bij jullie? Ja, we maken dat wel mee, maar in die zin, roddelen is voor mij... geslachtsloos, dat doen mannen even goed. Mm-hmm. En misschien wel even sterk als vrouwen. Vrouwen doen dat ook even goed. Wat vrouwen inderdaad wel veel meer doen, is het spreekwoordelijke kletsen in die zin. En kletsen is dan gewoon een zeer negatieve term om gewoon het babbelen te benadrukken. En bij ons op het werk, tussen al onze vrouwen, 13 vrouwen en 1 man nu, en het gaat nog altijd perfect met de man erbij, wordt er heel veel gebabbeld. En dat vind ik fijn. En wij genieten daar ook van. In die zin, bijvoorbeeld, een vergadering zal bij ons 1,5 uur langer duren. Dat is gewoon zo. Maar dat maakt het veel rijker en veel boeiender. Ik klets ook, ik babbel ook met mijn klanten. Iedereen die bij ons werkt, praat ook heel veel met zijn klanten. Niet alleen over het werk, niet alleen over die strategie die we moeten volgen, maar ook wat zij voelen, wat zij beleven. En inderdaad, daar zijn wij misschien als vrouwen sterker in, beter in. Maar ik beschouw dat als iets positiefs en niet als iets negatiefs. Ja, maar dat heb ik dus ook gezegd in het begin. Ik zeg niet dat per definitie elke vrouw een bitch is. Ik zeg alleen dat als ze van die mogelijkheden gebruik wil maken, dat ze dat veel beter kan dan mannen. Want ik herken dat gebabbel ook bij ons op bureau, waar dus ook maar 2 mannen en een nest vrouwen zitten. En wat dat ook heel goed draait. Maar het punt is, ik heb bijvoorbeeld ook al gemerkt... Waar zitten we hiervoor dan eigenlijk? Maar oké. Ja, nee, omdat waar zitten we hiervoor? Wel, de essentie van mijn stelling is eigenlijk die van u. Dat is dat er problemen geraken of komen met vrouwen in een bedrijfsverband, omdat de bedrijven geregeld worden door mannennormen.
En dat dat juist de problemen geeft. Kaat, gebruiken vrouwen hetzelfde soort trucs als we in het filmpje hebben gezien naar mannen? Het roddelen komt heel veel voor bij vrouwen. Dat hebben we niet alleen geanalyseerd in de stichting anti-pesten op het werk, anti-mobbing, maar bijvoorbeeld ook Bob van der Meer, die daar studies naar gedaan heeft. Maar ook tegen mannen? Als wapen tegen mannen? Absoluut. Daar discrimineren ze niet in? Daar discrimineren ze niet in. Alhoewel het zo is dat vrouwen minder overgaan tot het pesten van mannen dan vrouwen onderling. Mannen die pesten komt veel voor. Mannen die vrouwen pesten komt veel voor. Vrouwen die vrouwen pesten komt ook veel voor. Maar vrouwen die mannen pesten, eigenaardig genoeg, een heel stuk minder. Misschien hebben ze de behoefte niet, want vinden ze de man zo manipuleerbaar dat het eigenlijk niet nodig is om hem de vernieling in te draaien. Dat kan natuurlijk. Dat zou wel eens kunnen. Mijn volgende gasten moet het voortdurend tegen mannen opnemen. In enkele jaren werd ze een van de topfiguren in een politieke partij die tot dan altijd gold als een mannenbastion. Haar naam is Freya van den Bossen. Welkom, Freya. Ja, goedenavond. Maken vrouwelijke politici elkaar vaker of meer het leven zuur dan mannelijke, heb jij de indruk? Nee, absoluut niet. Nee, ik denk het echt niet. De politiek is een wereld waarin een aantal wetmatigheden gelden, waarin je op een bepaalde manier beter gedraagt om meer succes te hebben dan op een andere. En iedereen die erin meedraait, die doet dat of op die manier, of probeert iets te veranderen eventueel. Maar je hebt daar echt niet zo de grote tweedeling mannen-vrouwen. Echt niet. Nee, ook niet in hoe ze de politiek bedrijven. Nee, ik ervaar dat niet zo. Ik denk wel dat er in de maatschappij mannelijke en vrouwelijke kenmerken zijn. Het is eerder een sociale constructie, denk ik, dan biologisch gegeven. Je verwacht nu eenmaal van een vrouw dit, van een man dat. En ik bijvoorbeeld werk met een burgemeester die nogal wat vrouwelijke kenmerken heeft, als je ze zo zou analyseren. Wat heel tof is. Ik bedoel daarmee dat Frank Beke, burgemeester van Gent. Ja. Die heeft een heel ook zachtaardige aanpak. Dat is dan wat ik toch ook als vrouwelijk zou ervaren, is heel zorgend. Heeft wellicht veel meer te maken met het feit dat hij altijd met zijn vrouw nogal een manier heeft gevonden om kinderen op te vangen. Zij 2 weken, hij 2 weken, want hij was stewardess, lange afstand. Dus dat heeft veel meer te maken met wat de maatschappij en zijn gezin van hem vroeg, denk ik, dan met het feit dat hij als man geboren zou zijn. Kaat beweert, die had het over een verschillend collectief geheugen. Dat aan de basis zou liggen van verschillende reactiepatronen bij mannen en vrouwen. Geloof je daar iets van? Van de bessen plukken en zo. Ja. Ja, nee, ik pluk geen bessen. Ik weet ook niet of het feit dat er duizenden jaren geleden bessen werden geplukt, of mij dat zo heeft gevormd. Ik denk dat ik veel meer ben gevormd door hoe de maatschappij in elkaar zit. Wat ik zelf als mens ook heb meegemaakt in mijn directe omgeving, wat ik allemaal doe, een job, maar ook bijvoorbeeld zorgen voor mijn dochter, dat bepaalt veel meer wie ik ben dan dat mijn voorouders ooit hebben bessen geplukt, denk ik. Althans wil ik daar wel op ingaan, want daar is een gedegen onderzoek naar gebeurd. Om terug te grijpen bijvoorbeeld op een ander fysiologische respons die uit die oertijd stamt en waar de oorzaken van aangetoond zijn, die fight-or-flight-respons, waarbij zelfs het lichaam zo ver gaat om bij een eerste kwetsuur of trauma natuurlijke opiaten aan te maken. Die fight or flight, dat is eigenlijk, val ik de tijger aan of val ik de tijger weg? En zelfs als de tijger je gaat bijten, dan ga je door de natuurlijke opiaten die je chemisch in je hersens krijgt, zelfs in eerste instantie nog geen pijn voelen. Om alsnog te kunnen gaan lopen of om alsnog dat beest verder te kunnen aanvallen. Cerebraal en lichamelijk in onze structuur zijn er dus door wetenschappers effectief verschillen vastgesteld die fysisch functioneel waren in die tijd. Het is bijvoorbeeld ook gegeven dat een man veel meer rode bloedlichaampjes heeft dan een vrouw en over het algemeen dieper inademt, waardoor hij meer zuurstof binnenkrijgt. En die zuurstof is juist belangrijk in die fight-or-flight-respons, doorgetrokken in die tunnelvisie. Een ander punt dat men ook biologisch heeft kunnen aanduiden, is dat de vrouw een groter corpus callosum heeft. Een corpus callosum. Dat is een klier die tussen de rechter- en de linkerfrontaalkwap zit en die een vrouw bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft een diversiteit in focus te hebben. Dus zich op verschillende dingen tegelijkertijd bezig. Dat komt weer bij die tunnelvisie. Dat lijkt me de politiek toch een De tunnelvisie staat tegenover het open bewustzijn. Het corpus callosum staat op het kunnen met een trui breien en ondertussen tv kijken en ondertussen de kleinen opvoeden en verder nog aan de telefoon. Dat lijkt me in de politiek toch heel belangrijk, dat je, wat Kaat suggereert, als vrouw veel dingen tegelijkertijd kan doen, in de gaten kan houden. Ja, ik denk dat merk je niks van, dat vrouwen daar handiger mee overweg kunnen dan mannen. Oh, ik denk in het algemeen wel, en dat is gewoon, denk ik, statistisch zo, omdat vrouwen vaker een zorgende rol binnen het gezin op zich nemen dan mannen. Maar ik denk dat als je zou vergelijken hoe moeilijk Patrick van Krunkelsven als man het heeft in de politiek, die 4 kinderen alleen grootbrengt,
En dan Mieke Vogels, die thuis een huisman heeft, dan denk ik dat Patrick het op dat moment moeilijker heeft. Dus ik vind niet zo dat je kan zeggen, vrouwen dit, mannen dat. Dat voorbeeldje van roddelen bijvoorbeeld. Roddel is het wapen in de politiek bij uitstek. Ben ik al vaak mee geconfronteerd geworden. Politiek is nogthans een mannenwereld, maar is niet zo sterk om iemands imago te maken of te breken als een roddel de wereld insturen waar je nooit verhaal tegen hebt. Want van waar komt die roddel van? Ja. En je kan nooit bewijzen dat je iets niet hebt Katja, gedaan. Je hebt een boek geschreven over iets wat volgens Freya niet bestaat, vrouwelijk denken. Vrouwelijk denken, in die zin, vrouwelijk denken en mannelijk denken bestaat volgens mij zeer zeker. Maar het is niet... Het is inderdaad zo dat vrouwen daar logischerwijze sterker in zijn in het vrouwelijk denken, vandaar ook dat het de naam vrouwelijk denken heeft gekregen. Het is inderdaad onderzocht op velerlei vlakken. Het wordt ook gebruikt in de spelletjes van Bart Peters bijvoorbeeld, en de Hoezo-quiz. Mm-hmm. Nu heb je in Technopolis een hele tentoonstelling er rond gebaseerd. En mannelijk denken is het andere aspect. Maar uiteindelijk staat dat op zich los van vrouwen en mannen. Dat is een manier van denken, dat is een naam gegeven, gebaseerd enerzijds op biologische aspecten en anderzijds op sociologische, maatschappelijke aspecten. En inderdaad, het vrouwelijke denken, het zorgende aspect, de vrouw die vanuit het verleden veel meer bezig was met het opvoeden van het gezin, de kinderen in het oog houden, daarom dat zogezegd de brede kijken, de kinderen liepen her en der, is allemaal daarop gebaseerd. Als het aan onze hersenen zou liggen, dan heeft het toch meer, dan zit het dieper dan ja, jij bent met de kinderen bezig, dus jij moet vier dingen tegelijk. De twee gaan samen, dat is het hem juist. Bepaalde zaken hadden we evolutionair nodig. En die zijn zich dan ook gaan nestelen, teruggrijpend naar die kennisvelden van Sheldrake. Omdat bepaalde zaken evolutionair belangrijk waren, misschien hadden we ze al. Hebben we alleen de evolutie overleefd omwille dat we het hadden en is het daarom genetisch doorgegeven? Ja. Kan. Maar het feit is dat bepaalde maatschappelijke contexten zich inderdaad ook biologisch gaan nestelen. Dat is wat Jung bedoelde met het collectief onderbewuste. Ja. Dat is wat de geschiedkundige ervaring ons heeft bijgebracht en wat zich in ons nestelt, instinctief, reflexmatig enzovoort. Het is als vrouwen, als anders zouden denken, dan zou je dat vooral moeten merken in confrontaties met mannen. Hoe Andrea Kronenbergs ook haar best doet, het beroep van flik wordt nog altijd als een mannenzaak beschouwd. Toch banen vrouwen er een weg naar de top. Dit is een portret van de korpschef van de politiezone Ninove. Er zijn van de 196 zonechefs 4 vrouwen. Dat is inderdaad zeer weinig. Dus ik sta in voor het dagelijks beheer en de leiding van het korps, zowel operationeel als administratief. Dus ik ben nu verantwoordelijk voor 63 mensen, dus politiemensen, en daarvan zijn er 7 vrouwen. Dus dat is inderdaad nog niet zoveel. Ik kies niet de office voor een vrouw, ik kies voor de beste. Maar als ik moet kiezen tussen 2 mensen met dezelfde kwaliteiten en er is een vrouw bij, zal ik toch eerder kiezen voor de vrouw. Ja. De vrouwen onder elkaar die in team werken en dat die meer roddelen en dergelijke meer onder elkaar, dat is iets dat dus veel gezegd wordt. Ik denk dat dat in bepaalde milieus ook wel zo is. Ik moet zeggen, sinds ik bij de politie ben, stel ik dat minder vast. Waarom? Ja, de vrouwen, ze werken meestal niet samen. Ze werken meestal samen met een man. En eigenlijk hebben die niet te veel tijd om te roddelen. En ik denk dat dat ook een andere categorie van vrouwen is. Ik denk dus inderdaad het onderscheid tussen mannen en vrouwen, dat de vrouw inderdaad de nadruk legt op de communicatie en de dialoog met de medewerkers. Ik werk ook vanuit het wijgevoel. Ik vind samen moeten we ervan overtuigd zijn dat we een goede politiezorg geven aan de bevolking. Ik kan dat niet alleen, ik heb daarvoor iedereen nodig en iedereen moet zijn steen daarvoor bijdragen. Maar er zijn inderdaad nog veel mannen die... hun eigen ik centraal zetten. En ik denk dat die minder naar die dialoog toe gaat of misschien naar die communicatie. Dat dat belangrijk is, is dat ik ook dat er geweest zijn. Dus ik heb de evaluatie goed voorbereid. Dat ik dat eventueel de opmerkingen waren. In het begin is het normaal. De vorige korpschefs waren inderdaad mannen en waren veel ouder. Dat dus een cultuurverschuiving betekent. Hè.
Dat kan bijna niet anders. Ik merk wel dat men mij dat dus niet zelf zal komen zeggen. Het is meestal via omwegen dat ik dan verneem wanneer dat iemand er moeite mee heeft om voor een vrouwelijke chef eigenlijk te werken. Maar over het algemeen, de meerderheid van het personeel, ik denk dat die daar wel kunnen mee leven. En uiteindelijk moeten ze erkennen, de baas is de baas. Hè. En wie is hier de baas? Ik ben hier de baas. Dus wat ik zeg zal moeten gebeuren. Hè. Kat, jij werkt in de justitie, Katja in de reclamewereld, Freya in de politiek. Drie keer een door mannen gedomineerde wereld, of is dat achterhaald om dat te zeggen? In de politiek zijn er alvast nog altijd veel meer mannen dan vrouwen bezig. Mm-hmm. Ik moet niet altijd wel zeggen dat ze allemaal even mannelijk zijn. Iemand als Bert Ancheau brengt duidelijk een stuk ook emotie in die politiek. Iets wat je meer aan een vrouw zou linken. Dan heb je ook weer een Thatcher-achtig figuur. Hè. Jammer genoeg vrouwen nog altijd in die rollen geduwd die dan eerder wellicht mannelijk is. Maar krijg jij nog seksistische reacties? Goh. Nee, maar misschien goed bedoelde reacties soms van mensen die dan goede raad willen geven en zeggen, nou wel meisje, als je nu een keer zat. En wat is meestal wel goed bedoeld zo. En dan zie je wel of je iets aan kan met die raad. Maar verder, veel hangt af van hoe je zelf met de dingen omgaat hoor. De eerste weken, de eerste maanden word je zo wat getaxeerd, ingeschat. Zowel door mannen als door vrouwen. En als dan blijkt dat je echt met je dossiers op tafel komt en je doet dat niet zo heel gek anders dan alle anderen, ja, dan ben je één van de zoveel. Ja, je zegt nog altijd veel meer mannen dan vrouwen. Wat ik niet begrijp, er is al ruim een halve eeuw algemeen stemrecht. Er zijn in België net iets meer vrouwen dan mannen. En iedereen mag stemmen. Dus waarom is de meerderheid van de verkozenen, zijn dat geen vrouwen? Ja, omdat vrouwen moeten natuurlijk niet voor vrouwen stemmen en mannen voor mannen. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen moeten stemmen voor politici waarin ze geloven. Die een mening hebben waar ook zij achter staan en waarvan ze denken van kijk, die persoon, die is mijn stem waard. Ja, op een moment zal dat misschien zo zijn dat dan meer mannen dan vrouwen zijn of omgekeerd. Ander aspect is natuurlijk ook dat er altijd veel meer mannen zich kandidaat hebben gesteld om aan politiek te doen dan vrouwen. Dus zou je zeggen, de meerderheid van de vrouwen ligt daar niet van wakker? Van de emancipatie vertaald als evenveel vrouwen als mannen in de politiek? Het is nog altijd, het is inderdaad nog zo net nog bevestigd door een onderzoek door de KUL, Universiteit Leuven, dat het inderdaad nog altijd zo is dat de meeste bedrijven en ook de politiek mannelijk gestructureerd is. In die zin dat men nog altijd geen rekening houdt met het feit dat vrouwen de dag van vandaag zich veel meer op de werkvloer begeven. Gewoon omdat het noodzakelijk is. Mm-hmm. Maar langs de andere kant dat men nog altijd geen rekening houdt met het evenwicht dat een vrouw noodzakelijk heeft tussen kinderen, werk, privé, leven. Het is niet evident. Zeker niet in de politiek. Het is hard werken. Nachtelijke vergaderingen. Ook in het bedrijfsleven wordt er verwacht dat jij super flexibel bent. Langs de ene kant wordt er wel heel hard geroepen van meer evenwicht tussen werk en leven, maar in de praktijk is daar eigenlijk nog niks van terug te vinden. In die zin dat je nog altijd, als je als vrouw een kind ziek thuis hebt, dat je in allerlei bochten moet wringen omdat jij moet zorgen voor de opvang. Mm-hmm. Dat is niet evident. En dat houdt jou als vrouw echt wel tegen om op te klimmen. Ja. En op een gegeven moment maak je de keuze van, voor mij hoeft dit allemaal niet. Kan dat je die keuze maakt. Kat, hebben vrouwen liever een mannelijke dan een vrouwelijke baas? Voor zover jij... Ik denk dat dat een persoonlijke beslissing is. Ik persoonlijk zou liever een mannelijke baas hebben, omdat ik met de stelling van Machiavelli zou zeggen, goed, kennis is macht. En ik heb het gevoel dat ik een man beter doorheb dan een vrouw. Dat is een krasse stelling, Freya. Dat is krass. Ja, ik denk niet zoals Machiavelli, gelukkig maar. Nee, ik kan het met mijn burgemeester nu bijzonder goed vinden. Dat laat je aan Louis Tobacco over. Is misschien een beetje. Maar let op, met Louis denk ik, zou ik ook nog wel graag werken. Ik denk veel hangt af van hoe het klikt met de groep, met wie je samenwerkt. En als diegene die leiding geeft er een manier in vindt om samen met degene die met hem en voor hem werken, of voor haar dan, om samen in richting uit te gaan, dan maakt het mij echt niet uit of dat een man of een vrouw is, echt niet. Mm-hmm. Tuurlijk, daar heeft het toch alles mee te maken dat je perfect kan samenwerken en dat je het gevoel hebt van oké, we zijn hier een team. Daar gaat het hem toch om. Dat je niet het gevoel hebt van ik word hier, mij gezegd, gedicteerd wat ik moet doen en ik moet maar knikken, mm-hmm. Zonder mijn eigen gevoel. Waarom heb je mannen sneller door dan vrouwen? Omdat uiteindelijk... Dat je lijkt me ook
prima te weten hoe vrouwen in elkaar zitten. Ja, maar bij vrouwen... ik heb bijvoorbeeld al uit ervaring gemerkt dat een vrouw die een hekel heeft aan mij zich voordeed als een hele goede vriendin. En waarbij dat je dan uiteindelijk uit kleine details moet afleiden dat er toch ergens een vijandelijkheid zich aan het situeren is waarbij je niks in de gaten hebt. En dat is iets wat ik niet graag heb. Ik heb het gevoel dat mannen, als ze hun niet graag hebben of als er iets hun stoort, dat ze daar openlijker voor uitkomen. Dan is het cliché, vrouwen hebben hun hart op hun tong toch even waar. Ja, maar bijvoorbeeld in die zin, en jij als vrouw zou dat dan toch gigantisch snel door moeten hebben. Wel, dat het nee, maar een vrouwen valspel hebben dus is. Inderdaad niet altijd hun hart op hun tong. Heel wat mannen gaan bijvoorbeeld merken, wat hun echtgenote betreft, dat zij haar wensen niet rechtstreeks kenbaar maakt. Een vrouw is iemand die soms blijft geven en geven en geven, terwijl ze ondertussen de punten bijtelt en allang merkt dat de balans krediet bij het krediet niet meer in evenwicht is. En toch zal zij geven. Heel wat wrijvingen in relaties komen tot stand omdat een vrouw niet rechtstreeks aan een man durft of wil of weet niet goed hoe, vragen van kijk, ik wil dat en ik zou dit en ik zou zo. Zij geeft hints. En mannen snappen de hints niet en daardoor kan zij enorm gefrustreerd raken. Dikwijls zijn er die gesprekken tussen vrouwelijke vriendinnen van allee, ik heb dat gedaan, dat gedaan, dat gedaan. Het is nu toch wel duidelijk en hij begrijpt het nog niet. Dat zie je zo dikwijls tussen vriendinnen, dit soort gesprekken. Heb jij ook dat soort vriendinnen, Freya? Nee. Ik denk dat je andere vriendinnen hebt. Ja, ik denk dat vrouwen kunnen gemeen zijn, mannen kunnen gemeen zijn. Ik vind het zo gek dat je daar telkens zo de term vrouw of man opplakt op een bepaald gedrag. Ja, en dan spreek je uit je eigen ervaring. Er waren eens twee vrouwen en die deden toen gemeen tegen mij achter mijn rug. Ja, wellicht heb jij dat al eens gehad met mannen, met vrouwen. Als we dat aan iedereen hier aanwezig zouden vragen. Ja, ik denk dat het afhangt vaak van mens tot mens. En ik begrijp dat er een aantal dingen zijn die biologisch bepaald zijn. En dat mannen misschien in het verleden minder vaak hebben moeten zorgen. Dus dat vrouwen daar net iets beter in zijn en zo. Maar ik vind dat je wel erg ver gaat in het generaliseren van een aantal eigenschappen. Als zijnde man... vrouw, en dat niet eens meer zegt, dat is een vrouwelijke eigenschap, zoals jij doet, wat ik nog wat kan volgen. Ja, nee, maar dus de man en de vrouw doet dan zo. En, dat is inderdaad voor het gemak van de discussie. Je hebt natuurlijk mannen die vrouwelijker zijn, je hebt vrouwen die mannelijker zijn. Maar ik vind... Een soort yin en yang, een soort vrouwelijke en mannelijke poot, ja, zie jij het zo? Ik zie het zo. En inderdaad, bij sommige personen is het wat meer yin en bij anderen wat meer yang. Ja, verwijfde mannen en manwijven. Ja, natuurlijk. Ja. Als... dat is jouw stelling. Maar dan ja. doen we net hetzelfde, hè? Want dan generaliseren we ook. Hè? Als jij bent spreken... nu toch een heel luisterbereid man. Ja, ja. Okay. Je zit hier al een half uur. Ik word ervoor betaald. Daarom niet een heel vrouwelijke man. Maar dat zijn toch... Ja, ik vind dat eigenlijk wel tof. En als jij dan in het begin van de uitzending zegt dat je dat jammer vindt dat er mannen zijn die wat vervrouwelijken of vrouwen, ja, die wat mannelijke eigenschappen overnemen. Ik dat jammer vind. Ik heb niet gezegd dat jammer vind. Nee. Ik vind dat... Waarom... Nee, die vrouwelijke eigenschappen, dat vrouwelijke denken als vrouwen eigenlijk gecompliceerder enzovoort in elkaar zitten. Waarom is zo'n boek nodig en of rijker of gediversifieerder of welke term moet ik daarop plakken? Waarom kunnen ze dat dan niet meer in hun voordeel gebruiken? Waarom zitten we dan nog altijd met mannelijke machtsstructuren en... Omdat de maatschappij zo in elkaar zit en dat het gewoon tijd nodig heeft om die dingen te veranderen. En er moet gewoon gezocht worden naar meer evenwicht. Daar gaat het om gewoon. Erger meer soms. Evenwicht tussen mannen en vrouwen, meer evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk denken, meer evenwicht tussen privé, werk, leven. Ja. Daar moet gewoon Ik vind het soms zelfs erger. Ik zie het soms veranderen in het tegendeel. Neem nu bijvoorbeeld het complex over het uiterlijk. Het constant zich bezighouden met het uiterlijk. Het is een grote business. Cosmetica, schoonheidsproducten, dat draait als de pest, omdat uiterlijk voor vrouwen altijd belangrijk geweest is, ook als een machtsmiddel. Hè? En nu zie je dus mannen die daar zich nooit zorgen hebben over gemaakt, maar nu begint dat dus te komen. De commercie heeft daar een gat in gezien om mannen een complex aan te praten over hun uiterlijk. God bewaar me. Ja, maar dat begint dus inderdaad te komen, want nu vrouwen ook kostwinners geworden zijn, komt men dus eigenlijk op het feit dat mannen niet alleen wat meer moeten te bieden hebben dan een loon alleen, dan een kostwinner probleem alleen. Het probleem van de nieuwe man. Wel ja, maar ik vind het erg gewoon, want je ziet dus toenemend cosmetische chirurgie bij mannen. Je begint nu al, wat kun je nogal kopen? Jij weet dat beter, wat smeren ze nu mannen allemaal aan? Ik heb er geen idee van. Ik zie dus mannen zich zorgen maken over hun uiterlijk de laatste 20 jaar en dan neemt crescendo toe. Ja, maar ik vind denk dat je dat echt alleen van vandaag is? Ik denk dat dat altijd geweest zo is. Vroeger, als je een goede maatschappelijke positie had, als we nu spreken over 1830 bijvoorbeeld. Als je een goede maatschappelijke positie had, moest je
je verder niet veel zorgen maken over uw bierbuik. Hè? Ik heb graag naar jullie geluisterd en wil jullie daarvoor bedanken. Kaat Raas, Katja van Putten en Freya van den Bossen. Dit was Nachtwacht. Volgende week zijn we er niet, want dan wordt op canvas de Gouden Uil uitgereikt. Maar de week daarna is journalist Chris de Stoop mijn gast. 10 jaar geleden was hij de eerste die in dit land de vrouwenhandel aankloeg. En dat deed hij zelfs op de begrafenis van koning Boudewijn. Hij heeft nu een nieuw boek geschreven, want volgens hem is het leven van naar hier gesmokkelde prostituees er niet op verbeterd. Ik wens u toch nog een fijne avond en tot de volgende keer.